Zondagmiddag 27 november, 2:15 in de middag. Congolese kerk aan de Waalstraat en Schulpplein, Rotterdam, Oud-Charloes. Mensen die een kerkdienst uit volle borst meezingen. Bewoners aan de Waalstraat in Charloes worden er gek van. Van de kerk hoofdzakelijk dat die mensen dus de preken geven in het Nederlands en in het Frans. En dat gaat hart tegen hart en die willen over elkaar heen schreeuwen. En dit pand is eigenlijk helemaal echt ongeschikt om een kerkdienst te houden. Laat staan een sportschool die ook nog feesten en partijen geeft op vrijdagavond en zaterdagavond. Leden van de sportschool geven vaak feestjes waarbij vechtpartijen ontstaan en afval achterblijft. Ook bewoners van de 55-plus woning naast het kantoorpand hebben er last van. Het houdt wakker en nou ja, soms kennen we niet buiten zitten vanwege die kerk dan. Dus het is gewoon heel vervelend. En mijn man die werkt ook de hele week hard, dus die wil in het weekend genieten van zijn rust. En dat kan vaak niet en ook 's avonds niet. Bewoners overwegen zelfs te verhuizen. Wij hebben er zelf ook wel over gedacht om weg te gaan, maar ik vind dat geen optie. Want ik bedoel, we wonen hier schitterend en we hebben een mooi huis, dus het is geen optie om te gaan verhuizen. Omwonenden voelen zich niet gehoord door de gemeente. Hoewel ze meerdere keren aan de bel hebben getrokken, gebeurt er niets. Leefbaar Rotterdam wil dat de gemeente de bewoners serieus neemt. Auto's die niet geparkeerd kunnen worden, vechtpartijen, discofeestjes die gehouden worden in een bedrijfspand wat mijn idee er totaal niet voor geschikt is. Nou, ik vind dat ongehoord, zeker als het ook gaat om bewoners die hier wonen. Het zijn hoofdzakelijk ook oudere bewoners, mensen hebben onze stad opgebouwd. En is dit dan wat ze als laatste rust krijgen, de overlast? Nou, denk het niet.